Welkom op Kasteel Maurik. 5 jaar geleden hebben Niek, mijn compagnon en ik met het kasteel weer geopend. Toen we hier 5 jaar geleden binnenkwamen was alles leeg, alles was weg, elk lampje was eraf geschroefd. Dus we hebben ons toen eerst verdiept in het verleden door een aantal mensen uit te nodigen die hier als kleinkind nog rond hebben gelopen. De nazaten van de familie van Landschot, want dat is de laatste familie die hier gewoond heeft. En aan de hand daarvan hebben we het kasteel weer terug ingericht. Dit is de brasserie, die is 7 dagen in de week open. We hebben ook nog een restaurant. We hebben ook suite. Op dit moment is bruidspaar nog aan het slapen in de bruidsuite. Voor de bruiloft die ze gisteravond hebben gehad. En we hebben boven nog vergaderruimtes. Er hebben 2 Oranjes hebben hier gehuisvestigd gezeten. Dat heeft te maken met de belegering van Den Bosch. En het is Frederik Hendrik van Oranje die in 1629... hier ook uiteindelijk het voor elkaar heeft gekregen om de Spanjaarden uit Den Bosch te verdrijven. Hij heeft hier gezeten samen met het gezin, met zijn dochters en zijn vrouw Amalia van Solms. En waarom Kasteel Maurik? Je had hier prachtig uitzicht over de Bossenbroek. Toen had je de A2 nog niet, kon je helemaal mooi vrij het Den Bosch zien liggen. En zeker 's ochtends als de zon opkomt, is dat het mooiste plekje van het kasteel. Heel rustig. Ja.